Goedemiddag jongens. Het is 2:15. 2:17. 20 december. Ik ga jullie vandaag uitleggen. Ik ben bezig met een skipper. Maar dat is niet het belangrijkste. Maar ik ga jullie uitleggen. Een motor importeren uit een land buiten de EU. Mensen willen een motor importeren buiten de EU. Dat is niet hetzelfde als je hem importeert als een land binnen de EU. Dus ik ga jullie uitleggen. Ervaring leert. We hebben dingen meegemaakt. Dus als jij een motor gaat importeren buiten de EU, dan moet je weten dat je de motor niet zomaar kan invoeren in Nederland. Als eerst waar je naar moet kijken, als je zegt ik ga het toch doen, dan moet de motor een EU-keuring hebben. Dus we hoeven niet heel ver weg te kijken. We kennen bijvoorbeeld een motor pakken uit Zwitserland, een motor pakken uit Engeland. Dat valt niet onder de EU. Die hebben andere regels. Een motor uit Rusland kan je helemaal niet invoeren. Dat is gewoon terrorisme tegen de Russen. Dat is gewoon onrecht wat ze tegen de Russen doen. Omdat de Russen vechten voor hun vrijheid tegen de nazisme. En daarna worden ze op alle fronten onderdrukt. Dat vind ik schandalig, maar geen probleem. Daar gaan we vandaag niet over hebben. We zeggen, we pakken een motor, ik ga een motor kopen in Engeland. Ik wil een motor kopen in Engeland. Als eerst moet je hebben de geboorteakte van de motor. Dat heet de COC, voor in Engeland. In Duitsland heb je een andere naam, in België heb je een andere naam. Maar voor Duitsland, België, Spanje, Frankrijk hebben we dat niet nodig. Dat valt allemaal onder Europa. Dan kun je een motor kopen, dan ga je gewoon naar de eerste beste RDW-station. Dan kun je hem keuren voor €105. Dan moet je even aangifte gaan doen bij de belasting. Bij de douane en daarna krijg je zeg maar BPM wat je moet doen en klaar. Maar voor zo'n motor bijvoorbeeld die we uit Engeland willen kopen, gaat het niet zo 1, 2, 3. Nee. Als eerst moet je weten, dus ik ga vanaf hier naar Engeland. De ervaring wat ik meemaak. Wij gaan naar Engeland, wij willen een motor ophalen, meerdere motoren willen we ophalen. Als eerst kom je bij de Engelse douane. Als eerst. Je moet weten, je verzekeringspapieren moet je bij hebben. Als je in Duitsland rijdt met je motor zonder groene kaart, geen probleem. In Engeland kunnen ze moeilijk gaan doen. Ze kunnen ook moeilijk gaan doen als je geen APK-papieren hebt. En als je een bus hebt, heb je zo'n formulier nodig met alle gewichten wat de bus mag hebben, gewicht en zo. Iemand die een bus hebt, die weet, ik weet niet hoe die formulier heet. Die krijg je bij je bus, als je een bus op je naam zet, krijg je automatisch zo'n formulier. Dat het alle gegevens in de bus. Die moet je hebben, daar kunnen ze om vragen. Ze kunnen dat moeilijk om doen. En het vierde is, ze vragen jou, wat doe je hier in Engeland? Als je Duitsland inrijdt, ja, dan zeg je heel makkelijk. Dan zeg je, ja, ik ga een motor kopen, wat dan ook. Maar in Engeland, ik zeg, ik wil motoren ophalen. Oké, welke motoren waar? Dan moet jij die advertenties waar jij naartoe wil, moet je op papier hebben. Dus kun je het laten zien, of op je telefoon, ik wil deze motor, ik wil deze motor. Ze checken echt alles, hè, die Engelsen. Zijn ze wel streng, hè? Maar dat is ook logisch, zeg maar, veiligheid en zoiets. Ze kijken alles, ze checken alles. Die motor klopt allemaal. En dan vragen ze jou, wanneer ga je terug? Wanneer ga je terug naar Nederland of naar het land waar je vandaan komt? Daar moet je ook kunnen aantonen dat je een ticket hebt, dat je terug gaat. Pas op. Heel moeilijk. Ze vragen om contant geld. Heb je contant geld? Als je zegt ja, vragen ze hoeveel. Je moet het laten zien. Je hoeft het af te geven, je moet het laten zien zo. Kun je het weer in je zak houden. Dus daar moet je allemaal mee rekening mee houden. En dan ga je Engeland in. Dus als de motor geen COC hebt, geen geboorteakte, dan wordt het al heel moeilijk. Dan kun je de motor niet keuren bij een normale keuringsstation. Nee, dan moet je naar Lelystad toe gaan. Ik heb daar een keer eerder gekeurd. Volgens mij heb ik €500 of €600 betaald voor de keuring. Als ik het goed had. En daar keuren ze dingen super snel af. Als we te maken hebben met een Engelse motor of een Zwitserse motor. Banden, datums van een band. Geen dotdatum erop. Sommige bedrijven hebben dat niet. Gelijk afkeuren. Koplamp, Engelse motor. Kan ze moeilijk om gaan doen. Begrijp je? Het zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Waar ze heel moeilijk om gaan doen. Uitstoot van de rook kennen ze ook moeilijk om gaan doen. Dus ze keuren hem heel snel af. En na ze hem afkeuren moet je gewoon die €500 betalen. En dan maak je een nieuw afspraak. Dan kun je nog een keer 2 maanden wachten. En dan kun je nog een keer terug gaan. Dan mag je nog een keer €500 betalen. Hou daar rekening mee dus. Als je zegt ik ga het toch doen. Maar als je een COC hebt, dan is het makkelijker. Dan is het een gekeurde motor. Sommige bedrijven maken motoren voor de hele wereld. Die kun je overal gebruiken.
Maar als je toch die graag die motor wil hebben, dan moet je aan de eigenaar vragen of hij een COC voor jou wil aanvragen. Daar in Engeland of in Zwitserland of een land buiten de EU kan hij aanvragen. Als je die erbij hebt, dan kun je makkelijk keuren bij de RDW-station. En daarna, belangrijk hè, je moet alle papieren hebben, alle documenten dus. Je moet die COC hebben, je moet alle papieren hebben van de motor. En je moet ook een koopcontract hebben. Een koopcontract, bijvoorbeeld ik heb die motor voor 10.000 euro gekocht. En dan als je hier komt, dan moet je die overhandigen, die koopcontract. Maar zo'n koopcontract, daar kan iedereen mee kloten. Dan kun je gewoon bijvoorbeeld een motor die 10.000 hebt gekocht, die kun je een lagere prijs inzetten. Waarom? Als je hier weer in Nederland komt, dan moet je invoergeld betalen. Die invoergeld is 6% plus 21%, is 27% van het bedrag waar jij voor betaald hebt. Ah, die motor kost 10.000, ik zet er 7.000 euro op. Kan toch? Je kunt achterhalen, maar ze zijn niet gek. Ze zeggen, je moet bewijs hebben. Dus het beste is geld overmaken. Dus zoveel mogelijk deuren sluiten. Deuren sluiten. Dus wat doe je dan? Je gaat naar die man toe, je bent het over eens, je maakt het geld voor je over, dan maken we een koopcontact en die formulier, zeg maar, kun je uitprinten vanuit je bank, dat je geld hebt overgemaakt. En plus de koopcontract. Daar ben je al een stuk sterker dan als je helemaal een koopcontract hebt. Dus liefst niet contant betalen. Anders ga je misschien je vingers snijden. Anders als hun een berekening voor je gaan maken, ze gaan voor jou een berekening maken wat zo'n motor hier in Nederland waard is. En dan moet je gewoon 27% invoergeld over betalen. Dan is het niet meer leuk. Je koopt een motor uit het buitenland, omdat je zegt, ja, ik wil die motor kopen uit het buitenland. Waarom? Omdat die motor interessant is, een stukje goedkoper, zeg maar, daar bespaar ik geld mee. Dus je kan niet zomaar een motor uit het buitenland kopen. Dus hou er rekening mee ook. Ook allemaal kleine dingetjes waar je rekening moet houden. Dat scheelt ook. Hoef je ook niet geld te wisselen in ponden. Of in Zwitserse mark. Of Zwitserse kroon. Zeg maar, hoeven allemaal. Zeg maar, als jij het overmaakt, is het veel makkelijker. Bespaar je een hele hoop. En ook, je moet ook rekening houden als je vanaf hier de reis gaat maken. We zijn vanaf hier, zijn we Hoek van Holland gepakt. Hebben we een boot van 10 uur gepakt. Zijn we in Harwich gekomen. En toen zijn we via Haarlo zijn we naar iemand toe op bezoek geweest. En toen gingen we Engeland in. Maar, hou er wel rekening mee. Het is veel moeite. Wil je dat wel? En ook waar je rekening mee moet houden. Wat wij hebben gedaan. We hebben een testje boodschappen gedaan. Vanaf hier meegenomen. Je moet weten, die benzinepompen zijn ontiegelijk duur. De benzinepompen zijn ontiegelijk duur. Twee keer een flesje kopen. Water ben je een joetje kwijt. Heb je niks anders. Wat wij hebben gedaan. We hebben hier bij de Superplus water gehaald. Broodjes hebben gehaald. Ik heb zo'n koffieding waar ik koffie kon maken. Het zijn allemaal kleine dingetjes wat ik de mensen vertel. Zeg maar. Dat bespaar je heel veel geld. Zeg maar, als je aan het einde van de rit zeg maar, die motor evenveel geld kost als in Nederland. Is het niet meer leuk. Daar heb je het nergens voor gedaan. Zeg maar, je moet er wel wat aan overhouden. Daarvoor zeg maar, leg ik hem zo duidelijk mogelijk uit. Ik wil even die zuigertje eruit printen. En eruit drukken. Dus jongens, denk er wel over na voor je motor koopt buiten een EU-land. Zeg maar, dat is, het is niet zomaar iets, zeg maar. Ja, ik doe het wel even. Ik ga even zuigen. Ik ga even een motor kopen daar of daar. Nee. Daar moet ik wel voorzichtig mee wezen. Hier, dit is een zuigertje. We hebben hier een skipper staan. Die gaan we kietelen.
Paaltje naar beneden. Zal ik hem vanaf hier erin klikken? Of zal ik hem vanaf hier erin klikken? Wij klikken hem aan die kant erin. Wel ja, ik heb hem hier er vanaf gehaald en daar haal ik hem erin. Rechts. Ik heb waarom ik voor rechts gekozen? Omdat profeet van, onze profeet van rechts hield. Dat hij als rechts. Ik ga rechts vooraan. Pijn in mijn vingers. Af en toe heb je dingen die een beetje tegenwerken. Normaal druk ik het er zo in. Die kleur van die stiftjes al bijna weg. Klaar? Nee, ik ben bezig bijna.
Dan gaan we deze kant erin drukken. Die borgveertje. Die zit erin. Kijk, nou schiet hij erin. Af en toe is het wat moeilijker. Kijk, dan druk ik hem vanaf hier nog een keer. Dat hij goed erin zit. Dat hij hem de andere kant goed in die rand drukt. En aan deze kant weer. Hoppa, dat is. Afgelopen keer ook met die cilinder van, hoe heet die? Die 180 deed ook precies zo. Dan was het niet, die was gewoon 25 die? Ja, die was cilinder, toch? Ja, die. Die ook, ja, ik dacht het ook toen, ja. Ja, je beschadigt dit schroef dat klein beetje, maak je de schouder op, maar aan de onderkant. Zo ver kom je niet, zo ver draai je hem niet vast. Belangrijk is die handen zo schoon mogelijk als je de voetpakking aanraakt. Zo. De jongen had deze scooter gekocht. En ze hebben duidelijk gemaakt dat er een molossie onder zat. Toen ik hem losdraaide, was het gewoon een originele cilinder. En toen is hij naar de jongen toe gegaan, hoe ik het verhaal heb begrepen. En die jongen zei dat er wel een cilinder onder zat. Ik denk dat die jongen een foutje gemaakt heeft. Ik denk dat hij bedoelt dat het Molossi Vario-rollen erin zitten. Waarom? Die zaten er wel in, die Vario-rolletjes. Nou, ik heb met deze. Zet ik hem een beetje aan de kant. Misschien kan hij hem wat beter. Want langs anders moet hem van standaard afhalen, vanaf drukken en zo. Kijk, heb ik meer ruimte gemaakt.
Dan moet er even een rubber pakje. Stop deze plug in. Hij is verstopt. Maak het maar even schoon. Kijk, we halen er ook een beetje. Is ook goed, joh. Kijk, ik gebruik dit. Waarom? En dan blijft de pakking er goed in zitten. Dan halen we er nog een beetje uit. Dit gebruik ik alleen maar om de pakking even goed te... Kijk, dan blijft hij en dan houdt hij hem vast. Kijk zo. Jullie kijken gewoon met mij mee, weet je. Wij hebben geen geknipte filmpjes, weet je. De hele YouTube is nep. Ze zijn allemaal een nep geknipte film van die boutfilmpjes, scheidsfilmpjes. Ik kijk ook nog op YouTube, maar rotzooi kijk ik dan. Maar rotzooi zie je dan eigenlijk hier. Een nep film. Je hebt wel af en toe mensen die echt filmpjes maken. Heb je ook die correct zijn. Staat hij goed? Ja, beneden is hij smaller, boven is hij breder. Hij gaat eigenlijk op één manier. Als je hem zo zou doen, gaat hij niet passen. Dan komt die schroef niet overheen. Dus hij gaat op één manier erop. Dat is deze. Dan moeten we die cilinderkop schroeven hebben. Wat heb je gedaan? Ja, dat is hier. Oh ja, dit is de oude cilinderkop. Ja, dit is de oude cilinderkop. Kijk. Deze kap gaat er zo op. Dus... Hier is de gat en hier is de gat dus. Deze gat en deze gat geeft aan dat die grote hier moeten. Zo, zal ik even een nieuwe originele positie erin houden. Ik heb een soort momentsleutel in mijn hand. Mensen denken, ja, ik ben gek. Ja, ik ben ook gek. Maar ik voel hem ook precies in mijn hand. Wanneer die er is. Hoppa. Deze hebben we gedaan. Sleutel hier. En hangen we daarop. Dan. Eigenlijk, deze motor, klaar mee. Vernieuw snaartje erop, afbouw. Dit gaat mijn zoontje doen, ga ik niet doen. Het belangrijkste heb ik gedaan. Gaan we naar de volgende motor. Van één eigenaar, hè. Dat ding, nee. Dat zijn vrienden. Hij, zijn vrienden van elkaar. Ja. Zijn vrienden. Is een dikke Suzuki. Een beurtje geven, nieuwe achterbandje opgezet. Dan gaan we de motor weer even een beurtje geven. Olie eruit gehaald. Kijk, bij zo'n crossmotor heb je te maken met zand. Zeer belangrijk. Kijk, bougie kan je niet 1, 2, 3 gejoen afvangen van dit ding.
eerst dit. Zeg dat? Ja. Alles eruit. Een crossmotor wordt vies. Ik heb jarenlang motocross gedaan. Een crossmotor wordt vies. Dus je moet hem echt schoonmaken voordat je hem los kan maken. Dus pak even een boosje sleuteltje. Oliefilter, luchtfilter, bougietje gaan vangen. We gaan die motor helemaal nalopen. Die jongens willen kennen rijden. Dat is een veilig kennen rijden. Hier repareren gewoon twee motoren tegelijk. Eens kijken wat eruit komt. Ja. Eens kijken. Die luchtfilter ook vies, hè? Filters. Dat gooien we dan, hè? Kom hier zo. Kijk, dit is de nieuwe filter. Zo ziet hij eruit. Ga netjes maken gewoon. Zoeken. Magneet. Wil je die magneet houden? Ik laat hem met een magneetje zo erin zakken. Ik wil hem niet laten vallen. Valt hij op de elektrode, kan die kapot gaan. Kan de elektrode kapot gaan? Hij kan rotzooi erin laten vallen. Dus doen we het zo op deze manier. Met het magneetje erin laten vallen. Dan draai je hem rustig met de hand. Je moet voelen dat hij erin gaat. Kijk. Kijk hoe mooi die gaat. Heerlijk. Met jouw motor heb je ook te maken met hoe vast die moet. Waarom? Een crossmotor trilt aardig. Hier neer. Oké. Okay. Controleren. Ietsjes mooi ingeknipt. Hij zag er al aardig goed uit, hoor. Maar ik heb hem een klein stukje even ingeknipt. Klik, ik gewoon erin gaan. Kijk, hier heb je een stekkertje. Waar is je? Waar is je? Heb je 10-8 daar? Deze sleutel 8? We zijn er toch? Laat ik even zien. Kijk, vies. Maar zo'n crossmotor is belangrijk. Maar zo'n crossetje bij een crossmotor is het belangrijk. Een beetje contactspray erin. Appa,
Kijk zo mooi. Nou trekken we die kant vanaf. Kijk, het is gewoon vies. Kijk, het is zo weinig contact. Het moet gewoon blank zijn. Kijk. Moet kijken hoe het nou eruit zit. Zie je dat? Ja. Gelijk met net. Hoppa. Deze doen we er netjes in zo. Dit is stroom. Belangrijk. Eens kijken. Dat dit spul eet. Laat ik het even inzetten. Ik spuit het niet uit, laat maar erin zitten. Het droogt vanzelf wel. Dan maak ik het alles schoon. Het is wel brandbare zooi, het is geen chemische zooi. Dit is een crossmotor, weet je. Dit soort dingen zijn belangrijk. Je rijdt door de modder, door de regen. Ja, dit is een beurtje, zo'n ding beurtje. Niet helemaal olievangen beurtje, nee. Is al die belangrijke stekkertjes ook af allemaal nalopen. Ja, natuurlijk, die motor doet er niks, maar of elkaar geen genoeg stroom, wordt er in één keer een kastje warm, smelt die, gaat die kapot. Tuurlijk, dingen gaan kapot, eigenlijk door eigen schuld. Electroprotect. Dat hij beschermt. We proberen een beetje Engels te leren. Kijk. Dit plakt de hele boel dicht. Dan eigenlijk komt er eigenlijk geen water meer bij. Ik kan je adem filmen. Ik krijg je Hercules hand. Hercules. Hoppa. Kijk, en dan doen we. Tegen vocht doen we dat.
Deze zien er wel aardig netjes uit. Maar toch blauw. De bovenkant stuiten tegen vocht. Hoppa. Netjes toch? Ik hou hiervan, weet je. Netjes mooi maken, super goed maken. Hier. Oh, deze is goed. Dit is langs de kabel van de ontsteking van de stator. Even ingespoten. Dus jongens, dit hebben we gedaan. Voorbandje gaan we van over monteren. Dan zijn we klaar mee. Dan zijn die dingen, mijn bedoeling is vandaag klaarmaken, morgen ook klaarmaken en ze allebei opgehaald kunnen worden. Jongens, komt volgens mij uit Amsterdam of Den Haag. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ook met Den Bosch of zoiets. Ja, of Den Bosch, maakt niet uit. Ik kan inderdaad de boel even onveilig maken. Dus jongens, dit was hem. Ik heb jullie vandaag laten zien een skippertje. Ik heb jullie vandaag de Yamaha IZF 450 laten zien. Ik heb jullie uitgelegd zeg maar, wat je moet doen en wat je niet moet doen met motorkeuren. Zeg maar, motor uit het buitenland kopen, dus daar moet je voorzichtig mee wezen. Dus ik denk, we gaan jullie verlaten, joh. We gaan weer verder werken. Of bandje doen, bandje. Dat is allemaal interessant. Dit was wel even interessant, leuk om te laten zien, zeg maar, wat. Dus we gaan even de boel opruimen, jongens. Tot de volgende. Hai,